zijn de broers Frank, Jurgen en Joep. Zij hebben geen makkelijke tijd achter de rug. Daarom zijn ze blij dat ze een sportcoach hebben. Met hem kunnen ze over een situatie praten. Kom op, jullie kunnen het! Goed zo, zo is het goed. Goed. Oké, kom maar omhoog, jongens. Waarom willen jullie hier eigenlijk gaan sporten? Sporten helpen om onze zorgen te vergeten. Nou, dan vind ik het heel fijn om jullie sportcoach te zijn. Ik had begrepen dat jullie verhaal wilden omzetten in een film. We vinden het gewoon heel belangrijk dat de kinderen in dezelfde situatie zitten als ons. Weten dat het beter kan gaan. Nou, daar gaan we het zo wel nog even over hebben. We gaan eerst even 10 seconden planken. Kom op jongens, jullie kunnen. Kom op. En 3, 2, 1... Oké, netjes jongens. Maar als we kijken naar jullie verhaal en we kijken dan naar de kinderrechten. Over welke kinderrechten hebben we het dan? Nou, recht op familie eigenlijk wel. En zouden jullie dan zelf in de film een rol willen spelen of hoe zie je dat dan voor je? Ik wil graag iemand anders mijn rol laten spelen, alleen ik wil wel betrokken zijn bij de film. Ja, ik ook. Ja, ik ook wel. Maar Kim kan mijn rol wel echt goed spelen, denk ik. Wij doen toch alleen jongens? Doe maar Bram. Nee, die lacht altijd te veel. Laten we Kees doen. Nee, laten we Jeroen doen. Die kan goed acteren. Maar jongens, hoe moet jullie film dan gaan beginnen? Nou, laten we beginnen hoe mijn ouders ruzie hadden. En ze gingen scheiden. Wat is dit nou weer allemaal? Al die klonzen die erin zitten. Gadverdamme. Nee, laten we beginnen. Dat we bij mijn papa thuis waren en die vreselijke stiefmoeder ontmoeten. Ja, daar begon die ellende pas echt goed. Ik ben wel benieuwd wat we stiefmoeder zullen krijgen. Ik hoop dat onze moeder heel vaak spelletjes met ons wil doen. Ik hoop dat we een stiefmoeder krijgen die ons altijd wilt voorlezen. Weet je wat nog veel leuker is? Een stiefmoeder die super rijk is. Ja! Nou jongens, we moeten nog maar even wachten. Ja, dat klopt. Oh nee. Hoe dan? Kunnen jullie niks? Doe even normaal! Jij zit erbij alsof ben ik wel iemand lelijk. Jij kijkt alleen maar op je klokje. Oké, jongens, kom maar even zitten. En toen een tijdje later, toen gingen jullie toch het huis uit? Ja, dat ging echt niet meer. Mijn vader en stiefmoeder hadden alleen maar ruzie. Ben je helemaal gek geworden, lelijke puistkop? Hou nou eens op, jullie hadden altijd ruzie. Waarom zeg jij nou weer wat? Jij moet echt stil zijn. En jullie ook stil zijn. Ik maak jullie helemaal kapot. Stil zijn. Omdat het niet meer ging, zouden we bij twee oude mensen gaan wonen. Maar gelukkig ging dat niet door. En toen zijn we bij onze moeder gaan wonen. Het is heel fijn dat jullie hier wonen. Het is ook misschien beter als jullie je vader niet meer zien. Ja, dat denken wij ook. Die stiefmoeder was heel naar voor ons. Nou, in ieder geval, ik ben heel blij dat jullie bij mij zijn. 4, 5, 6. Tot zo, eventjes. 9 en 10. Goed zo jongens. Maar 2,5 jaar later, toen wilde jullie vader jullie opeens zien, toch? Ja, hij was toen heel erg veranderd. Hij had ineens geen snor meer en heel ander haar. Nee joh, dat was een andere keer. Hij had een hele nieuwe bril en een hele lelijke blouse aan. Nou, wat ik heel fijn vond, is dat we hem toch weer hebben gezien. Het blijft toch je vader. Jongens, kom heel even bij me. Pap, wat is er dan? Ik heb sinds een paar maanden een nieuwe vriendin. En vinden jullie dat goed? Natuurlijk, waarom niet? Met mijn ex ging het ook niet zo goed. En ik was bang dat jullie dit ook niet goed zouden vinden. Nou, dat is toch geen probleem. Dat is fijn. Ik zie jullie snel weer. Doei, pap! Nou, dan gaan wij ook maar naar huis.
het nog vergeten te vertellen, maar ik heb een nieuw huis. En ik geef een housewarming en vinden jullie het leuk om te komen kijken? En als jullie het leuk vinden, mogen jullie ook jullie moeder meenemen. Oh pap, dat is superleuk. Wij komen sowieso. Maar toen bij die housewarming, was het toen niet spannend om iedereen weer te zien? 9. 10. Ja, dat klopt. Maar we waren al een paar jaar niet bij ons vader geweest en we kenden onze stiefmoeder nog pas net. Ja, ik had echt verwacht dat we daar zouden zitten en dat het echt niet gezellig was. Maar gelukkig viel er wel echt mee. Iedereen was heel gezellig daar. We hebben zelfs nog een familiefoto gemaakt. Ja, dat was wel echt leuk. Hé, hey, ja, jongens, kom even een selfie maken. Ja, ja, ja. 3, 2, 1. Cheese! En die foto heb ik altijd naast mijn bed staan. En als ik dan ga slapen, kan ik altijd nog even kijken naar zijn familie. Goed zo, jongens. Maar toen, 2,5 jaar later... Weet je wat nog veel leuker is? Mm. Een stiefmoeder... Nog eens, ja, jongen, joh. Nou, jongens. Het zal nog wel even afwachten zijn. Ik was vergeten de tekst. Ja, we vinden gewoon... Ja, ik kan het echt niet onthouden. De kinderen die in onze situatie... Ja, kon je niet dat andere kopen? Hij is vet lelijk. En jij zit ineen gedoken alsof je een krokodil is die kist een krokodil. Nee, ik wil niet zeggen, maar ik kan niet aan de in mijn oog. Wat zit er nou met Nee, joh, dat was die andere keer. Hij had toen een heel lelijke bril en een heel lelijke bril. Hey, maar bij die housewarming, hè? Toen, shit. Ben je helemaal zat, jij? Oh, God.